Dit programma is samengesteld uit de vrijwel onbekende, maar unieke historische radioreportages die zijn gemaakt van 8 tot en met 13 mei 1945 over de intocht van de Canadezen en de spontaan georganiseerde feesten in Rotterdam. De samensteller van deze unieke terugblik is Bas Romeijn en ik, John Brozens, ben uw verteller. Op initiatief van de regering in ballingschap werd in september 1944 het militair gezag in Nederland ingesteld. En de diverse verzetsgroepen werden gebundeld in de NBS, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Die kregen een soort politieafdeling en een strijdend gedeelte met de mensen van de LKP, de landelijke knokploegen. Binnen die LKP hadden een aantal mensen al eerder in het geheim een radiozender en opnameapparatuur gebouwd. In de dagen na de bevrijding was deze zogenaamde reportagedienst compleet met een reportagewagen een apart Rotterdams radiostation. De opgenomen reportages werden later uitgezonden op de 300 meter van de Middengolf. De officiële zender Radio Herreizend Nederland zond vanuit Eindhoven uit op 420 meter. We gaan nu naar 8 mei, naar de reportagewagen van de NBS die op de Coolsingel in Rotterdam is voor een eerste verslag. De verslaggever is technicus Koos Groeneveld en hij moet als kersverse verslaggever nog even wennen. Zo noemt hij burgemeester Oud minister, maar al improviserend weet hij deze opname te redden. Hier is de reportagedienst van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Nederland voor het stadhuis in Rotterdam op de Coolsingel, waar we zojuist gearriveerd zijn. We waren jammer genoeg net te laat om u iets te kunnen vertellen over de aankomst van minister Oud, die hier zojuist is aangekomen. Even daarna arriveerde een van de eerste geallieerden en kort daarop, ongeveer een kwartier nadat onze wagen hier aankwam, arriveerde de reportagewagen van een reis in Nederland. Ik vermoed dat u het ogenblik de muziek kunt horen, zodra je marsmuziek, en het publiek is hier vol afwachting van de dingen die komen zullen. Ik heb niet kunnen zien, daar waren we te laat voor, wat er aangekomen is. Ik heb alleen iemand in een KT-uniform langs zien gaan. We zullen nu even wachten met opnemen en straks als er wat meer gebeuren gaat, u nog een en ander vertellen. Dus tot straks. Dames en heren, ik hoop dat u het gejuich hoort. Op het ogenblik verlaten de geallieerde officieren naar ik meen het stadhuis en worden door de bevolking toegejuicht. U hoort het gezang van de menigte. De wagen van de reis Nederland draait er doorheen. Op het ogenblik sta ik vlak achter de geallieerde officieren. De heren staan in de houding. Het volgt is opgezongen. Dames en heren, we zijn op het ogenblik met de reportagewagen van de NBS op de Coolsingel in Rotterdam voor het stadhuis. U hoort hier muziek van de politieharmonievereniging Hermandad. Er staan hier ontzaglijk schaar mensen in afwachting van iets, ik weet niet van wat. We zagen hier een hoop mensen staan, we zijn er maar eens bij gaan staan. We zijn een beetje verlaat doordat we net de reden van Churchill uitgezonden hebben voor een geallieerde officier aan het hoofdkwartier. Die wilde graag luisteren, onze reportagewagen stond daar. Ja, ze maken daar opmerkzaam op, hier eindje verder op de Coolsingel staan een hoop mensen in een kring te dansen op de maat van de muziek. Er komen hier geregeld geallieerde wagens voorbij, ik geloof er weer iets aankomt. De politie probeert hier de mensen op de stoep te houden, is weer met paarden bezig, het is een ouderwets gezicht. Het lijkt hier wel één zee van oranje. De dames lopen met oranje strikken in haar haar. Er staan een schaar waterpadvinders, ze hebben een pad naar het stadhuis afgezet. Boven het balkon van het huis staat het zwart van de mensen ook. Er komt op het ogenblik, zo te zien, een wagen van de Duitsers. Oh nee, eens even kijken wat, ja, het is een Amerikaan, komt voorbij.
hoort de bevolking. En daar aan de andere kant, ja dames en heren, ik had me om moeten draaien. De bevolking loopt weg hier. In een zijstraat van het stadhuis rijden op het ogenblik een hoop Amerikaanse wagens zit binnen. Ik kan het hier van het dak van de reportagewagen af goed zien. Ik weet niet waar ze heen gaan. We hebben er net ook al een plaatje gemaakt voor de BBC. Het was buitengewoon aardig. We hadden een Canadese kapitein hebben we daar geïnterviewd en hem wat over zijn tocht te laten vertellen. U kunt misschien die plaat eens over de BBC horen. Op het ogenblik stroomt de Kolsingel leeg hier. De mensen draven allemaal weg. We zullen eens even polshoogte gaan nemen en kijken of we daar een andere reportage voor u maken kunnen. Koos Groeneveld neemt ons nu mee voor een interview van mensen van de zogenaamde knokploegen, de KP. Het onderdeel van de binnenlandse strijdkrachten die overvallen pleegden om levensmiddelenbonnen en persoonsbewijzen voor onderduikers te verkrijgen. Op het ogenblik staan we af te wachten tot we berichten uit de stad krijgen om iets interessants op te nemen. In de tussentijd zullen we u even wat laten horen over een tak van de KP hier. Dat is namelijk de afdeling gevechtswagens. Ik geloof tenminste dat het gevechtswagens heet, is het niet? Vertel er eens wat meer van. Panzerwagens. Ja. Misschien wilt u iets vertellen over het bouwen van de panzerwagen. Het bouwen van die panzerwagen kan misschien het beste de monteur doen en de chauffeur die voor de wagens gezorgd heeft. Oh, achter me, ja. De chauffeur, nou niet erom vechten. Doe maar. Vertelt u eens wat, hoe is dat tot stand gekomen? Vertel eens wat van de pantsing van die wagens en zo. Ja, de panzerwagen is heel eenvoudig. Ik mag natuurlijk niet verklappen over wie die wagens zijn. Nee. Nee, dat dacht ik wel. Goed, het zijn gewone bestelwagens. Ja. Heel eenvoudig, licht materieel. Maar enkele monteurs van Rotterdam waren Nederlanders, hebben zware plaatijzers van die moffen achterover kunnen drukken. Ja, hoe dik is de pantsering? Ja. Dat is ongeveer 3 mm. Oh, 3 mm, dus het kan wel een douwtje hebben zo. Ja hoor, en, ik ben zelfs in gevecht geweest op een zondagavond, waar wij ongeveer 4-5 gaten er doorheen hebben gekregen, maar dat is opgevangen. Die zie ik hier in de wagen zitten inderdaad. Ik zal eens even een kijkje in de wagen nemen, dames en heren. Er staat hier ongeveer een groep van een man of 15 om me heen. Is dat de hele bezetting van die panzerwagens? Nee, de bezetting is er allemaal niet aanwezig. Nee. Hoeveel van die wagens zijn er? Er zijn er twee. Er zijn er twee, oh. Twee van gelijk constructie? Tenminste de pantsering is precies hetzelfde. De ene is iets groter dan de andere. En, vertel eens wat van de bewapening. Ik zie daar nogal een moorddadig wapen uit het dak uitsteken. Wat is dat voor een ding? Dat is een Bren-machinegeweer. Oh, dat is een machinegeweer, ja. En verder was u bewapend zeker met stents? Met stents en met automatische karabijnen. Ja, ja. En vertel eens, wat heeft u al zo met die wagens gedaan? Heeft u er nog mee gewerkt? Ja, we hebben op de Beukelsweg nog een kleine ruziepartij hebben gehad met de heren. Oh. Het was vlak nadat we hierheen naar het hoofdkwartier op moesten komen. Ons conciliatieadres dat was op de Beukelsweg. Ja. En we stonden de wagen nog te laden, toen kwamen er twee, eerst eentje, tenminste één Duitse wagen kwam er aan. En die opende het vuur op ons. Nou, we hadden een stelletje oude mariniers hadden we achter de Bren staan, dus de muziek was gauw afgelopen. Ja, ja, dus dat hij zat eerst door zijn wielen en toen door het chassis heen. Oh. En na een paar korte stoten kwamen de heren die nog lopen konden, kwamen met de handen omhoog, kwamen de wagen uit. Ja, en zijn er bij de KP nog gewonden gevallen? Toen? Wij hebben toen zelf één gewonde gehad. Charles is gewond, die heeft een schot door zijn linkerbeen gehad. En geen doden? Geen doden, nee, onze kant niet. Dus dat, en wat denken jullie, moet er nog gewerkt worden met de wagens? We hopen het, hè. Hopen jullie het? Ja. Ja. Ik weet niet of dat natuurlijk de juiste opvatting is om te hopen. Nee. Kijk eens tegenover de Duitsers, dat denken we niet meer, nietwaar? Maar we hebben nog arrestaties dergelijks. Ja. En de Grunepolitie, misschien nog een politie zitten jullie er was. Hebben jullie veel last gehad van de Grunepolitie? Hebben jullie rustig aan die wagens kunnen werken toen ze gemaakt werden? Nou, dat is nogal met grote voorzichtigheidsmaatregelen gegaan, hè. Ja. Dus over het algemeen is alles vrij rustig verlopen. Ja. Was voorzichtig van. Ja, het is wel een prestatie. De wagens zien er prachtig uit, dames en heren. Tenminste, ze hebben er prachtig uit gezien, want deze die ik hier zie, daar zitten de nodige kogelgaten in. Je kan zien dat die behoorlijk in het gevecht geweest is. Wat zijn het vergaten? Wat voor projectielen zijn dat geweest? Ja, ik denk we hebben een buitgemaakt en automatische karabijn van een Spaans model. Ik denk dat het daarvan is geweest. En dan hebben ze natuurlijk met hun revolvers hebben ze nog opgeschoten, maar de rest liep er nog los. Ja. Hadden die mannen zo hun best gedaan om een soort gevechtswagens in elkaar te lassen? Helaas hadden ze nog niet door dat het bij deze ene schotenwisseling zou blijven. Want de Duitsers hadden gecapituleerd en de Canadezen waren gearriveerd. Die hadden de opdracht gekregen om de Duitsers te ontwapenen en af te voeren. Inmiddels heeft Koos Groeneveld Frans Dijkshoorn, de districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, voor zijn microfoon. Nu als eerste mag het zo zijn dat
onze geallieerden, de Nederlandse vrijwilligers, hier als eerst in Rotterdam van de geallieerden mogen arriveren. Ik geloof dat ik namens de binnenlandse strijdkrachten in het district Rotterdam spreek, het strijdend gedeelte, wanneer ik hier mijn bijzondere dankbaarheid uitspreek aan onze geallieerde vrienden, die ons in deze tijd en juist in deze dagen zoveel steun bieden en ons werkelijk een goed... Ja. Dit was dan een woord van de districtscommissaris van Rotterdam, Ferdinand. Dames en heren, we gaan nu weer terug naar onze zien of we verderop in de stad nog een paar andere indrukken voor u kunnen opnemen. Koos is aangekomen bij het voormalig kantoor van de Duitse Sicherheitsdienst aan de Hemraadsingel en heeft Rotterdammers ontdekt bij het Canadese leger. De reportagedienst van de NBS, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Dames en heren, we bevinden ons op het ogenblik met onze microfoon op een plaats waar we een week geleden voor geen geld van de wereld zouden hebben willen zitten. Dat is namelijk het hoofdkwartier van de SD in Rotterdam. U zult u misschien afvragen wat we daar aan het doen zijn. Het ziet hier ontzaglijk haveloos uit. Er zit geen ruit meer in. De kalk is uit het plafond. Er zijn een hele puizen van achteruit. Dat is te danken aan een Engels bombardement van een poosje geleden. Dat nogal raak was, zoals het heet in vaktermen. Maar we komen niet om dat te bekijken hier. We zijn voor een heel ander doel hier. We hebben namelijk hier ontdekt bij de Canadese politietroepen de bekende voetballer Joop van der Heijden en nog een andere Hollander, Steve Meijer. En de heren zijn zo bereidwillig om een paar vragen voor onze microfoon te beantwoorden. Joop, ik zal maar Joop zeggen. Vertel eens, hoe ben je zo bij de Canadezen verzeild geraakt? Wij hebben gewerkt in Duitsland. Met de razzia zijn we 11 november daar naartoe gebracht. We zijn 28 maart zijn we gevlucht naar Holland. Zaterdags voor Pasen waren we in Enschede aangeland en daar werden we tweede paasdag bevrijd door de Engelse troepen. Vandaar zijn we gegaan naar Vorden, lopende. Daar hebben we ons aangesloten bij de Canadezen en toen ben ik daar in dienst gekomen als schilder, waar ik al de wegborden schilder. Oh. Dus je bent nog niet lang bij het Canadese leger. En jij, Steve, hoe ben jij bij de... Ik ben op dezelfde manier bij de Canadese gekomen. Oh, samen met Joop of niet? Oh, dus jullie zijn altijd bij elkaar geweest? De eerste uur nog. Zo, dat is grappig. En vertel eens, hoe was de ontvangst in Rotterdam hier? Hoe zijn jullie aangekomen? Ik geloof dat jullie nog een van de eerste waren, is het niet? Wij waren met de eerste wagens op de Coldsingel. En de bevolking was allerhartelijkst door de begroeting. Wij hadden veel gehoord over Rotterdam, over de toestand en over de honger die daar geleden was. Maar alles is ons nog werkelijk meegevallen, zoals de mensen waren voor ons en het was buitengewoon. De tranen rolden je over de wangen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En hebben jullie al, verstellen Steve, ben je al thuis geweest? Ja. Ja? Ja, ik ben thuis geweest en ik heb midden op straat mijn vrouw en mijn kindje ontmoet. Nou, de ontvangst was gewoon geweldig. De mensen, iedereen die juichte je toe en die omhelzen je. Het kon gewoon niet beter. Nou, ik vind het reuze leuk dat we jullie gevonden hebben hier en zo vlot. We zullen het proberen de week kunnen uitzenden. We hebben, ik weet niet of jullie het weten, een zender hier in Rotterdam op de 301 meter. Ook gemaakt in opdracht van het Militair Gezag. Dus we zullen proberen voor de plaat van de week kunnen uitzenden. Dan kunnen jullie hem zelf horen. Ik dank jullie hartelijk hoor en het beste. Succes met je schilderwerk. Verder. En ik hoop bij jou voor Feyenoord een goede wedstrijd te spelen. Zo mag ik het horen. Dames en heren, ik hoop dat je de Engelsen en de werkelijk al hartelijk zal ontvangen waar ze ook komen. Nou, dames en heren, we hoeven hier verder niets aan toe te voegen. De dag is voorbij, maar overal in de stad zijn spontaan feesten georganiseerd. En ook daar is Koos met zijn microfoon en opnameapparatuur bij. Ja. Dames en heren, we bevinden ons op het ogenblik met onze microfoon in donker Rotterdam. Het is namelijk donker geworden en we zijn daar met onze reportagewagen op uitgegaan om de feeststemming in de stad op te nemen. U hoort, dames en heren, stemming is er. De Canadezen zijn er en dit feit wordt door de mensen luidruchtig gevierd. We hebben hier een prachtig uitzicht. We zijn in het noordelijk staddeel van Rotterdam. En waar de mensen de kaarsen vandaan halen, snap je niet. Maar tal van huizen zijn hier werkelijk rijkelijk geïllumineerd. Er zijn een hoop vreugdevieren gemaakt en Vormen is een geïmproviseerde band die een hoop versjes speelt en de menigte hoopt hier mee. Op het ogenblik schudt een reportagewagen, misschien heeft het kraken opname, dat weet ik niet. Ze zijn namelijk op de reportagewagen geklommen. We hebben te weinig mensen bij ons om ze eraf te halen.
overal in de buurt wordt gehorst en gesprongen. U hoort hoe de stemming erin zit. Ik zal even de microfoon naar de mensen toe draaien. Dan kunt u het misschien iets beter horen. U hoort het, dames en heren, stemming is er genoeg. We zijn van plan vanavond onze reportagewagen nog een paar plaatsen in de stad op te zoeken. We hebben het schijn te voorzien van verschillende vreugdevuren. We zullen eens kijken of er ergens nog iets te beleven voor ons is. Het is werkelijk fantastisch, zo opgetogen als de bevolking is, niet alleen om het feit dat Nederland vrij is, maar ook omdat de oorlog afgelopen is. En ondanks honger, die nog steeds heerst, die alhoewel morgen de eerste bonnen van de Engelse droppings en zendingen per schip aangekomen zijn, zit de stemming er toch goed in. Trouwens, dat hoef ik u niet te vertellen, dat hoort u wel. Dames en heren, we zullen nu naar een andere plaats in de stad gaan en zien of we nog andere indrukken voor u kunnen opdoen. De stemming zit erin. De Canadezen zijn met vreugde ontvangen en ook die bleken gecharmeerd te zijn van de Hollandse meisjes. De eerste feestdag met de binnenkomst van het 1e Canadese legerkorps is voorbij. De reportagedienst van de NBS is echter op 12 mei alweer present op de Coolsingel, waar een groot défilé gehouden zal worden. Verslaggever Koos Groeneveld wordt vergezeld door de chef van de reportagedienst, Cor West, pseudoniem van C.G. Bijsterveld. Dames en heren, we bevinden ons vandaag weer met onze microfoon op de Coolsingel en ik kan hier van de sfeer maar één ding zeggen, het is ouderwets. We waren een beetje verkeerd ingelicht om het uur van aanvang, zodat we iets te laat waren. Is er weer gezongen onder leiding van mevrouw Grimberg-Huizers, zoals we vroeger gewend waren. Even enthousiast als vroeger, misschien nog enthousiaster. Burgemeester Oud heeft een reden gehouden. Jammer genoeg konden we die niet opnemen omdat onze microfoon niet op het balkon stond, maar hij heeft vertelde onder andere dat in 1940 de Duitsers bij hem geweest waren en toen gezegd hadden dat ze hun vrienden waren. Dat hij geantwoord dat hij dat zich moeilijk kan voorstellen, omdat vrienden niet eerst vliegtuigen sturen met bommen vooruit. De Engelsen hadden nu hetzelfde gezegd, ook dat ze vrienden waren. En heeft burgemeester Oud tegen de Engelse commandant dit antwoord gegeven. Dat hij dat zich kon voorstellen, omdat zij ook vliegtuigen gestuurd hadden, maar met voedsel erin. Op het ogenblik speelt de politieharmonievereniging Herman dat. Die staat hier op het bordes van het stadhuis opgesteld. En we staan te wachten op het défilé dat zal gaan beginnen. Deze hier voor het stadhuis is een wacht opgesteld van agent en militaire politie. Vlak voor het bordes van het stadhuis staan de padvinders, waterpadvinders en gewone padvinders. Op het stadhuis staat burgemeester Oud met de civiele commandant van Rotterdam en zijn plaatsvervanger en nog tal van autoriteiten. Uit alle ramen van het huis puilen de mensen hier. Elk raam is bezet. Er is hier ontzaglijke belangstelling op de Coolsingel. Daar komt net een wagen aan. Oh, die gaat de hoek om naar het hoofdlopende politie met BNS erop. Ook die knapen mogen zien worden in uniform. Ik heb een idee dat ze ook meelopen in het... Op het ogenblik, u hoort aan dit gejuich, er is... Ik kan niet zien wat er aan de hand was, wie dit gejuich volgt. Er schijnt in de zijstraat hier iets aan de hand te zijn, de mensen lopen daar tenminste heen. De muziek die u hier hoorde, dames en heren, was van het leger des Heils dat ook weer opgedoken is. Het is gelukkig dat het leger des Heils ook zijn goede werk weer kan beginnen. We hebben er net nog voorbij zien gaan een atletiekvereniging die werkelijk allerkeurigst bijliep. Ik geloof hier op het ogenblik is het leger... Ja, er komen hier fietsen langs met invaliden erin die ook meerijden. Ze hebben borden bij zich waarop staat welcome to the liberators, welkom aan de bevrijders. Wat dit is, weet ik niet op het ogenblik. Daar staat geen... Oh ja, hier is weer een afdeling van het Nationaal Jongerenverbond. En M. Zonnebloem, zie je staan. En een schild met een grote zonnebloem erbij.
zijn ook in uniform. Het is te begrijpen dat niet alle mensen uniform hebben, vooral de jongeren hebben geen uniformen. Er komt op de andere kant van de Coolsingel komt op het ogenblik een grote trailer voorbij. Een ontzaggelijk grote trailer waar met nog grotere letters zou ik bijna zeggen opgeschilderd staat: ik was een onderduiker. Oh ja, ik zie in de achterkant staat ook nog op: I was a diver in het Engels, is aardig voor de Canadezen. Er komt nu hier een knapenvereniging aan. Knapenvereniging Samenwel, de VCJC. Terwijl we hier staan vliegen er geregeld geallieerde vliegtuigen hier overheen. Ik weet niet of je die horen kunt. Daar gaat de Hermandad weer. Alleen het gezicht van al die oude bekende uniformen en dingen stemt de mens al zo ontzaglijk prettig. Het weer hebben we ook erg mee de laatste dagen. Het is in de reportagewagen als een oven. Waarom is het wel op het dak hier? Ja, het is hier ontzaglijk heet in het zonnetje. Ik denk dat de mensen, de technici in de wagen het nogal warmer zullen hebben dan wij hier. We zitten hier nog een klein beetje in de wind voor. Er komt een vliegend fort overheen hier, ik weet niet of je het horen kunt. Op het ogenblik passeren, kan jij zien wat dit is? Het zijn meisjes met blauwe rokjes aan en witte bloesjes en een rode zakdoek. Ze hebben niets bij zich, maar ja. Als er geen woord bij is, dan kunnen we het er niet bekijken ook. Kijk, daar komt weer. Kan jij zien wat dat is wat eraan komt, Cor? Ja. En daar, dames en heren, daar komt de troep van de BNS aan. Het is mij een buitengewone vreugd. De jongens van de BNS, waar wij zelf ook toe horen, we dragen hetzelfde uniform, zo kranig, te zien voorbij lopen. Ze komen eraan. Voorop loopt de commandant met zijn armen in doek. Ik vermoed dat hij is gewond geworden. Ze lopen er kranig bij, het is werkelijk een gezicht om trots op te zijn. Ze dragen een blauw uniform met oranje das. U hoort dit hoeraartje geldt aan de NBS, dames en heren. Loopt de troep voorbij en groet met hoofd rechts. Je hoort dat het enthousiasme groot is. Er komt een afdeling voorbij met, ik geloof dat het Pag is. Is dat Pag, Cor, wat voorbij komt op het ogenblik? Handpag. Oh ja, handpag. Weer een troep van de NBS, gewapend met karabijnen. Wat zijn die groene uniformen ook alweer? Ja, het is zo'n tijd geleden, dames en heren, dat we zagen. Kijk, er loopt er één meisje tussen. Ja, je weet, Koos, Cor is ook zo lang ondergedoken. Ja, ik heb er ook dat is ook zo. Er lopen meer van die meisjes, dus ik zal er straks voor opkomen. Ik weet wel wat het is. CMV Bid en Werk komt hier aan, Hilversberg. Grote oranje vlag voorop. Dames en heren, ik geloof dat er even een eind komt aan defilé. We zullen u straks nog een paar indrukken geven. Helaas, van de beloofde indrukken zijn er geen opnamen. Maar wel opnamen die op dezelfde dag of later in Rotterdam-Zuid zijn opgenomen. Dames en heren, we zijn op het ogenblik met onze microfoon in Rotterdam-Zuid aangekomen. En het is werkelijk fantastisch. Het schijnt uitgelekt te zijn met de reportage waar we de NBS hierheen zouden gaan. De ontvangst die ze ons bereid hebben is werkelijk groot. Ik wil dit zeggen, de Canadezen kunnen daar jaloers op zijn. De wagen kwam aan hier. We waren een half uur later dan was afgesproken. En de straat zag zwart van de mensen die op ons stonden te wachten vol ongeduld. Er stonden meisjes met bloemen klaar. Het is een beetje in het water gevallen door het grote gedrang. Maar ik geloof dat die ons straks die bloemen moeten aanbieden. We zullen deze hulde ontvangen namens de KPE. Niet waar, de reportagedienst die is uiteindelijk tot stand kunnen komen dankzij de LKP. Dus we zullen deze bloemen aanvaarden, ook namens de KP. Ik heb zojuist meegedeeld dat de nieuwe zender in de lucht is en dat gaf een ontzaggelijk enthousiast gebrul had het ten gevolge. Deze zich hier op het ogenblik wordt het Wilhelmus gezongen. Hoort. De leden van de NBS staan in de houding. Het is hier ook weer één onafgebroken menigte. Rij van oranje. De meisjes hebben oranje bloemen en oranje streken in het haar, oranje sjalen om de hals. Er staan padvinders, padvinsters, welpen.
er komen op het ogenblik nog meer bloemen aan. Ik geloof dat ook voor ons is. We zouden een bloemencorso kunnen vormen. We kunnen tot onze spijt, we zullen straks even een Canadees interviewer die speciaal voor de Verenigde Staten heen gehaald is en een Hollander. Dus we stoppen nu met deze opname en gaan straks nog even verder zuiden om te kijken of we nog andere indrukken kunnen opdoen. Oei, de zender valt uit. Namelijk, dames en heren, we zijn nog op hetzelfde plekje van daarnet, namelijk in Rotterdam-Zuid. Dus zojuist, we hebben even moeilijkheden gehad met de accu's, zodat er een deel van deze plechtigheid min of meer niet zo verloopt als hadden gewenst. Er worden hier bloemen aangeboden aan een Canadees officier. En er staan hier kinderen uit de buurt. Het is werkelijk een groot feest, een ontzaglijke bloemenhulde. Aan alle kanten worden bloemen aangeboden. Er staan mensen van de spoorwegen. Ik geloof dat stakende machinisten zijn. Mensen uit de buurt. Misschien, ik geloof dat deze mevrouw, deze... ik hoor, het is een vrouw van de marine strijdkracht, mevrouw Stuur, die overhandigt nu bloemen aan de Canadees. De la marine royale. Son mari encore en l'Angleterre, il a toujours frappé pour la patriotie. Elle voulait se cette opportunité à vous donner cette fleur. U hoort, deze bloemen worden aangeboden en de Canadees bedankt daarvoor. Ja, er komt nu iemand van de... Oh, er staat hier nog een Hollander naast me. Die ook met een Canadees uniform aanloopt. Misschien wilt u in de tussentijd even iets zeggen voor onze microfoon. Oh, er worden op het ogenblik bloemen aangeboden aan hem. Mensen van de spoorwegen komen ook met bloemen aandragen. Dus de Canadees weer aan de beurt. We hebben of course tried during a long time. And they will give your sympathy to you by handing you the flowers. Of course in the name of the comrades you have striked too. U heeft gehoord dat deze bloemen worden aangeboden door het stakende spoorwegpersoneel. Het zijn twee machinisten van de spoorwegen. Er staan persfotografen nemen foto's van ons hier. Er komen nog veel, veel meer bloemen komen eraan. Ja. Er komen kleine kinderen komen die bloemen aanbieden. Het is een beetje gedrang. Het is werkelijk, het is reuze aardig hier. Ja, kleine kinderen. Op het Afrikaanderplein staat de microfoon klaar voor burgemeester Oud. Hij herinnert daarbij aan zijn gijzeling in Sint-Michielsgestel. Als drukmiddel tegen het opkomend verzet werden door de Duitsers in 1942 zo'n 1200 prominente Nederlanders daar gevangen gezet. Een lot dat ook de Barendrechtse fabrikant Hoijmeijer trof. Geachte toehoorders, ik mag wel beginnen met een hartelijk woord van dank te spreken tot de heer van Katwijk voor de vriendelijke woorden waarmede hij mij heeft welkom geheten bij mijn eerste bezoek na mijn wederoptreden in Rotterdam aan de linkeroever. Ik kan u zeggen dat ik buitengewoon erkentelijk ben voor de ontvangst die ook aan de linkeroever mij is bereid. De heer van Katwijk heeft er zo terecht op gewezen dat er in deze 5 oorlogsjaren een bijzondere band tussen ons is ontstaan. Een bijzondere band, ondanks het feit dat wij elkander in die tijd zo weinig gezien hebben. Wanneer ik gedurende die korte tijd dat ik onder de Duitse bezetting nog burgemeester van Rotterdam ben geweest, hier aan de linkeroever kwam, dan was dat altijd voor omstandigheden die samenhingen met de droeve oorlogsnoodzaak. Wij hebben niet waar ook na de moeilijke meidagen van 40 moeilijke dagen gehad wanneer wij slachtoffer waren van het oorlogsgeweld. Na mijn heengaan als burgemeester van Rotterdam ben ik nog maar 1 keer over de Maasbrug gereden. Ik onwillekeurig
werd ik eraan herinnerd vanmiddag toen ik weer over de Maasbrug ging. En ik zei het toen tot hen die met mij in de auto zaten, de laatste keer dat ik over de Maasbrug gegaan ben, toen was het onder geleide van de groene politie. Want toen hadden ze me opgepikt om me als gijzelaar naar Michielsgestel te brengen. Ik ben daar gelukkig gezond vandaan gekomen. Ik ben gelukkiger geweest dan die andere Rotterdammers. Wij mogen daar op deze dag nog wel eens aan herinneren, die met zoveel anderen als slachtoffer zijn gevallen van het geweld van de vijand, die ons met zijn barbaarse manieren 5 jaar lang onder de druk heeft gehouden. Maar die er toch niet in geslaagd is om de geest van het Nederlandse volk te vernietigen. Op het ogenblik, dames en heren, op het Afrikaanseplein in Rotterdam-Zuid voor de aula, het koor dat zingt onder leiding, of eigenlijk zegt de menigte hier, die zingt onder leiding van mevrouw Grimberghuizen. We hadden er net een paar kleine moeilijkheden. Het was nogal een ingewikkeld technische kwestie. Er is hier geen geluidsinstallatie. We hebben de geluidsinstallatie van onze wagen gebruikt en gelijk opgenomen, wat nogal moeilijkheden gaf. U hoort dat er goed gezongen wordt. Staat hier voor de tribune staat een muziekkorps opgesteld en daarachter een zangkoor die het grote publiek steunt. Maar er wordt opvallend goed gezongen hier. Ik denk wel dat u het goed hoort en zo. We kunnen tot de tijd niet wachten tot deze leven staat. We zullen met onze reportage verder opvoeren. Maar wat we op de Koolsingel gemist hebben, hoorden we hier. Ik zie ook hier een hoop verpleegsters tussen staan. Hier zijn ook stadsvinders. Ik zie daar het staandeel van het koor dat hier zingt. Dat is de Verenigde Zangers in Rotterdam. Mevrouw Grimberg is nog dezelfde mevrouw Grimberg die we vroeger kenden. Die de mensen werkelijk met pit kan laten zingen. De regeling is ook hier weer uitstekend, maar ze hebben voor afzetting zorg gedragen. Het is prettig om ze weer te zien, met de grote witte koorden. Misschien is het ook militaire politie, dat weet ik niet precies. Het rode kruis staat klaar hier. U hoort, dames en heren, dat ook werkelijk hier alles uitstekend verloopt. Wij zullen nu de stad ingaan en kijken of we daar nog een paar indrukken op deze feestmiddag kunnen opdoen. Dat is blijkbaar niet gelukt. Het gewone leven komt langzaam op gang en dat blijkt uit de opname van 13 mei, waarop Koos Groeneveld een gesprek heeft met de schipper van een binnenvaartschip dat voor het eerst na de bevrijding olie voor Rotterdam aanvoerde. Dat kwam nog niet van overzee, maar uit Utrecht.
We hebben van de week, dames en heren, voor de BBC in Londen een praatje. Zijn we met onze reportagewagen geweest naar het eerste voetbalschip dat in Rotterdam is aangekomen. We hebben daar een praatje gemaakt met een van de officieren. En we zijn nu op het ogenblik op het terrein van de APC in het westen van Rotterdam. En staan bij de eerste olieboot die aangekomen is. De eerste boot is de SO Holland 129 van kapitein J. Lakenveld uit Vlaardingen. Kapitein Lakenveld die staat hier bij me, we staan vlakbij zijn schip. En kapitein Lakenveld die, is zo bereidwillig om een paar inlichtingen te willen geven en een paar vragen van ons te willen beantwoorden. Vertelt eens, kapitein Lakenveld, wanneer bent u vertrokken met uw boot? Vrijdagmiddag om 4 uur. Oh, en waar bent u die benzine wezen halen? In Utrecht. In Utrecht. Was er veel benzine? Ik bedoel, hoe kwam het eraan? Hoe ging dat daar? Ik kwam daar met kolonnes aan, hè, met autokolonnes. En die werden daar gestort, of in vaten, of in een tank en dan weer in vaten gepompt. Dus u heeft vaten bij u? Ja. Ja. Het is 100... geen tankboot dit? Nee. Het zijn 100 vaten heb ik aan boord. 100 vaten benzine, 20.000 liter. En 10.000 liter gasolie. En 2.000 liter petroleum. En nog enige smeerolie. In bus. Zo, dus u heeft al een rijke buit meegebracht hierheen. En voor wie is dat allemaal bestemd, kapitein Lakenveld? Dat is voor de voedselvoorziening voor Rotterdam. En zo wordt om de auto's zo spoedig mogelijk de voedsel laten vervoeren. Ja, ja, dames en heren, het is voor ons ook een buitengewoon verheugend feit, want eerlijk gezegd hebben we de laatste dagen nogal wat staan toppen met benzine, met slechte benzine en geen benzine, dus ik geloof wel dat de kans is dat het nu veel beter wordt. Kapitein Lakenveld, wanneer gaat u lossen hier, deze schuit? Morgenochtend. Oh, dat is maandag. Dat is maandag 14 mei. Dus dan kunnen we wel vlug weer de auto's gaan rijden. Ja. En als u nou leeg bent, gaat u dan weer terug naar Utrecht? Dat is wel de bedoeling, meen ik. Ja. Dus ja. U heeft ook wel de indruk dat, dat daar nog meer benzine voor zit. Jawel. Weet u ook hoe dat vervoer van de benzine voor de geallieerden, hoe dat gaat? Of weet u daar nou, dat heb ik niks van gezien hoor. Nee. Maar ik ben er maar kort geweest. Hè. Ja, ja, u had natuurlijk haast om zo goed mogelijk weer terug te komen. Ik moet zo goed mogelijk hier terugkomen, want ik heb haast bij. Ja. Ik heb er ook tenminste dan lang genoeg voor gevaren. Want ja. De eerste avond tot 12 uur en de tweede avond tot 11 uur s'avonds. Zo, dus er was wel nachtwerk bij hoor. Er was wel half nachtwerk bij. Nou. In elk geval heeft u het gedaan voor een buitengewoon goed doen, niet waar? Want u bezorgt de mensen weer vlugger de postjes eten hier. Goed, dan dank u, kapitein Lakenveld. Tot slot een interview met Cor West, oftewel de heer G.C. van Bijsterveld, over de illegaal door hem vervaardigde opnameapparatuur en de huiselijke huldiging van het echtpaar van Bijsterveld voor hun totale verzetswerk door zijn naaste medewerkers. Helaas bevat de opname van de huldiging zoveel ruis dat we hiervan alleen het slot weergeven. Dames en heren, we bevinden ons op het ogenblik met onze microfoon bij een object dat zich buitengewoon moeilijk wil laten interviewen. Maar het is de man die ons in staat gesteld heeft om u deze platen te laten horen. En het is een man die we eigenlijk 5 jaar te laat hebben leren kennen, want ik ken hem pas een paar dagen van gezicht, persoonlijk. Maar in die paar dagen hebben we ontzaglijk veel dingen met elkaar klaargemaakt. We hebben elkaar gevonden, zoals het heet. Hij zit hier ontzaglijk opgelaten te kijken en zegt leugenaar tegen me. Die duidelijk is. Vertel eens, Cor, hoe voel je je? Nou, opgelaten, zoals je zelf zegt. Nou ja, dat heb ik het toch wel goed gezien. Je ziet een tikje mensenkennis erbij. Misschien wil jij eens iets vertellen over die apparaat dat je gemaakt hebt, waardoor de luisteraars nu in staat zijn om dit interview te kunnen beluisteren. Vertel eens, van wie heb je die opdracht gekregen? Als je het niet vertellen mag, dan zeg je maar wat anders. Maar... Nou, ik mag het eigenlijk niet vertellen nog. Nee, nee. Dat mag ik pas over een dag of 3 vertellen. Nou, laten we de plaat dan over een dag of 3 draaien en vertel het nou niet meer. Nou, die opdracht is gekomen van de het militair oppergezag. Oh, het militair oppergezag. En hoe lang ben je met die zender bezig geweest? Ja, die zender is 2 jaar geleden al gebouwd. Maar die is niet door mij gebouwd. Maar die is gebouwd door een man die zich ook heel verstandig op het ogenblik weggehaald heeft. Dat is onze Theo. Ja, dat is ontzaglijk verstandig. Dan was Theo er ook bij geweest. Juist, daarom. Maar heb jij helemaal niets met die zender te maken gehad eigenlijk dus? Nou, ik ben eigenlijk, ik heb natuurlijk met die zender wel wat te maken gehad. Kijk, ik heb met Theo ben ik wel aan de gang gegaan met het binnenlands verkeer. Oh, ja. Van de radiodienst. Ja, ja. En zodoende heb ik gehoord dat die zender er was en hebben ze mij gevraagd of ik tegelijk chef alwezig van die zender. Dat is eigenlijk de grote baas van de zender. Dan heb ik het toch goed, heb ik wel de juiste man te pakken nietwaar, anders schuif je het af op Theo. Ja, maar Theo is de bouwer in ieder geval. Goed, Theo is de bouwer, wij. Vertel eens,
Hebben jullie veel hulp bij die... Hebben jullie veel moeilijkheden gehad bij het bouwen van die zender? Kregen jullie de onderdelen van de overkant of hoe ben je eraan gekomen? Ik heb het ding gezien en het hierbij gekregen. De onderdelen zijn geleverd door de firma Wezeman en... Ja, en Kranendonk. Oh, dus die hebben zo'n beetje de... De man die onze leider was in werkelijke, geestelijke zin. De man die zonder enig belang, zonder enig eigenbelang voor de nationale zaak in ons midden gewerkt heeft. Jammer vonden wij het dat de spannende race zou eindigen in de gevangenname van Corwes, misschien in zijn levenseinde. Bang zijn we daarvoor niet lang geweest, want al heel spoedig hoorden we dat het nog een beetje mee zou vallen. Wij allen tezamen, zoals we hier nu zijn, brengen u en uw vrouw voor al het werk wat gij in ons midden gedaan heeft en wat we samen onder u mogen hebben doen, onze dankbare, oprechte, gemeende, nationaal denkend Nederlandse hulde. U zult het met ons eens zijn dat we gezamenlijk eindigen door staande uit te roepen: leve het vaderland, leve het vaderland. Leve de koningin, leve de koningin, leve Corwes. Tijdens de oorlogsjaren hield Koos Groeneveld zich al bezig met geheime radioontvangers en zenders en kwam zo terecht in de kringen van LPO-LKP. In 1944 moest hij enige tijd onderduiken. Hij had samen met de heer F.H. Sieburg de geluidsstudio Sigro in Rotterdam. Na de oorlog verzorgde dat bedrijf tot eind jaren 60 het geluid voor het beroepstoneel, de omroepen, radioreclames en gefilmde documentaires. Dit programma is geproduceerd door Bas Romein Films ter gelegenheid van de viering 75 jaar vrijheid en was mogelijk doordat het Stadsarchief Rotterdam hiervoor de historische geluidsbestanden ter beschikking stelde.